welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. In heel wat dorpen wordt het kerkhof verplaatst en komt op die plek een parking. Het is echter kunst en de vraag van hoe maak je van een grauw versteend kerkhof een duurzame begraafplaats, een park, een groene long die bij voorkeur meteen ook het verhaal van je hele dorp vertelt. Patricia Warniers schetst de uitdagingen die Beernem overwon bij het herwaarderen van hun funerair erfgoed. Goedemiddag, ik ben Patricia Warniers uit Beernem en ik ben hier in de gemeente ook schepen, onder andere schepen van begraafplaatsen en ook schepen van erfgoed. Ik ben dat in deze legislatuur dus van 2019, maar ik ben ook twee legislaturen ervoor van 2007, dus die legislatuur ook schepen van erfgoed en ook van begraafplaatsen geweest. Schepen van begraafplaatsen is toch wel iets niet zo voor de hand liggend, omdat je toch wel met een zeer delicate materie bezig bent. Dus het is echt wel iets, ja, met, als dat dan nieuwe overlijdens zijn, om het zo te zeggen, ja, dan moet je daar heel omzichtig mee omgaan. En het is toch een bijzondere plek, hè. Het brengt ons een beetje naar zo de essentie van ons bestaan. En dus ja, voor velen die ja, er hun hart verloren, ja, die mensen hebben moeten begraven, ja, zijn dat toch wel plekken van rust en ook soms inspiratie. Maar ik ben daar toch een stukje moeten leren mee omgaan en dat gevoel toch, allee, dat aanvoelen dat dat toch zo belangrijk is. En toen ik net begon, dus in 2007, kwam ik zo tot de vaststelling van we hebben 7 begraafplaatsen hier op onze gemeente. Maar als we zo verder doen, dan moet ik nog in deze legislatuur nog een 8e en misschien nog wel een 9e begraafplaats openen, want alles lag vol. Ja? En dan moet je gaan nadenken van ja, hoe pakken we dat hier aan? In veel gemeenten was er al een beweging ingezet. De tijd was beginnen rijp worden in Vlaanderen om toch naar ontruimingen over te gaan. Dus om graven te verwijderen. Maar ook dat is iets wat je niet zomaar kan doen. Dus er zijn daar allemaal procedures, dus dat is per decreet ook vastgelegd. Dus dat je moet een jaar eigenlijk een melding doen aan het graf, dus dat er geen concessie meer is, dus dat zal verwijderd worden. Dus we hebben dus alles geïnventariseerd van waar zitten er nog concessies op, waar niet meer, waar lopen ze af. En dus we zijn stilaan beginnen ontruimen, dus, maar dat doe je niet met de vingerknip, dus je moet die tijd gaan respecteren. En je moet ook gaan informeren, want wij hebben dan eigenlijk ook een paar infovergaderingen gedaan om eigenlijk onze plannen heel goed te gaan duiden naar de bevolking. Dus eigenlijk echt aangetoond van kijk, op die begraafplaats gaan we nu een inventaris doen van wat er allemaal afloopt aan concessies, wat dat er al jaren afgelopen is, want we hadden graven die al 10, 20 jaar geen concessie meer hadden. Dus, en dus daar allemaal bordjes dan bij... Allee, verteld dat we daar allemaal bordjes gingen bijzetten, dat dat wel een keer een moment ging zijn dat dat niet zo fraai ging zijn eigenlijk. En dus eigenlijk ook wel geduid van waar we naartoe wilden. Dus we wilden eigenlijk een beweging maken van kerkhof, een stenen kerkhof, naar een echt begraafpark. Dus we hebben eigenlijk dat ook aangetoond met beeldmateriaal waar we wilden eindigen. En dus dat werd door de bevolking dan wel begrepen. Dus en we zijn dan aan dat proces eigenlijk begonnen. Ja? Waar stoot je dan toch op? Vraagstukken zo van... Ja, we gaan hier nu graven wegdoen. Dat kan toch niet dat graf hier zou weg moeten? Dat is een bekende persoon geweest, ja. Maar als die dan geen concessie meer heeft, ja... Is dat inderdaad iets wat eigenlijk zou weg moeten? Dus we zijn dan ook met de erfgoedraad rond tafel gaan zitten om te bekijken van ja, hoe gaan we dat hier aanpakken? Want er zijn hier inderdaad wel...
bepaalde graven die ofwel wegens hun architecturale waarde, maar anderzijds soms ook, misschien is het een heel gewoon graf, maar dan door de immateriële waarde van dat graf. Dus de persoon die begraven is, daar heeft zo'n betekenis gehad voor het dorp, dat het eigenlijk jammer zou zijn dat we dat graf moeten wegdoen. Ja? Dus we hadden dus een plan om toch een keer een proefproject te doen op één begraafplaats, namelijk de begraafplaats Sint Amandus Beerne. Om te kijken van, moesten we nu mogen 60 of 70 graven houden, welke zouden we dan eigenlijk toch willen in stand houden? Dus we hebben daar eigenlijk ook weer heel wat vergaderingen voor georganiseerd. Vooral de erfgoedraad is dan aan de slag gegaan. En heeft dan gekeken van, welke kunnen we een voorstel doen? Dus het college had dan eigenlijk gezegd van, ja, kijk, doe een keer een voorstel. Welke graven jullie zouden dan willen behouden en waarom? En dus dan is men ook gaan opzoekingen doen van, bepaalde graven hebben een grote immateriële waarde, omdat, ik zeg nu maar, dat het een onderwijzer is die iets heeft betekend voor het dorp, of omdat het een volksfiguur was, of omdat we aan een bepaald graf een heel verhaal over de oorlog in ons dorp kunnen gaan vertellen. Dus we zijn eigenlijk gaan bekijken, en dus we zijn tot 70 graven gekomen, aan de hand van de welke we eigenlijk het verhaal van het dorp kunnen vertellen. En we hebben dan ook besloten om dat, die verhalen uit te schrijven per graf en daar eigenlijk een boekje over te maken. En dus met dat boekje zijn we dan eigenlijk ook wat hitsbeurten gaan geven op bepaalde momenten, als de week van de begraafplaatsen is of zo. Ja, hebben we nu eigenlijk materiaal om bijvoorbeeld ook aan kinderen, maar ook aan, we hebben het ook al gedaan voor de inwoners van het woonzorgcentrum, zo om eigenlijk nog een keer voor hen het verhaal van het dorp nog een keer weer naar boven te brengen. En zij verrekenen dat dan vaak natuurlijk met nog verhalen. Dus het is wel een mooi proces. Maar het is vooral iets, ik vind het ook belangrijk, je kan in begraafplaatsen, ja, dat kost heel veel geld, dat onderhouden en zo verder aan de gemeente. Maar nu hebben we toch geen kerkhof meer, maar een soort begraafpark. Waar dat er toch wel iets ook te beleven valt. Dus er staan bordjes bij die graven, er is daar een boekje dat daarbij hoort. Je kan een keer op een bankje gaan zitten en een keer kijken. Het brengt iets ook terug naar de gemeenschap. Dus het geld dat we erin steken om het te onderhouden, je geeft ook iets terug, vind ik. Het is een plaats waar dat je een keer tot bezinning kan komen in een mooi kader. Het is helemaal vergroend. Dus we hebben daar ook een LEADER-project dan voor geschreven om dat ook een beetje te helpen bekostigen. Dus een Europees project. Waar dat we toch wat steun hebben kunnen krijgen om bepaalde dingen te realiseren. Het boekje, de bordjes die erbij staan en zo verder. Om wat vergroening te doen. Dus die investeringen zijn belangrijk geweest en geven nu toch wel iets terug zo aan de bevolking, vind ik. En dat vind ik wel belangrijk, dat het iets is wat dan nu toch, dat het een plaats is waar ook mensen komen die er eigenlijk niet moeten zijn, die niet iemand daar hebben die begraven is, maar dat er toch een plaats is waar je een keer gewoon kan doorwandelen. Toen in 2007, 2008 zo, was dat echt een stenen kerkhof waar dat er alleen maar keitjes lagen. Dus waar dat er hier en daar verharding was. Dus. Het is ook deels omdat je niet meer, omdat we pesticiden vrij moeten gaan, alles gaan onderhouden in de gemeente, dat we ook tot de vaststelling kwamen van, ja, dat is gewoon niet meer te onderhouden, want tussen de keitjes komt er van alles en nog wat van onkruid groeien. Zo trekt het eigenlijk op niks. Maar, dus we hebben eigenlijk met onze groendienst een plan uitgewerkt om, waar dat dan bijvoorbeeld er een aantal graven verwijderd werden. We hadden dan soms een hele hoek die open kwam. Om daar dan eigenlijk aanplanting te doen. We hebben er eigenlijk voor gekozen om op de hoofdpaden wel dus verharding te voorzien. Maar dan eigenlijk bepaalde paadjes naar bepaalde graven. Dat is in gras. Dus er is heel veel gras nu, maar ook heel veel dus planten die tussen de graven staan. Dat heeft soms wel een beetje tijd gekost om ook inwoners
dat te laten aanvaarden. Want soms in het begin kregen we wel reacties van... Ja, maar zeg, op dat graf van mijn overgrootouders... daar begint nu dat klimop op te groeien en zo. En die planten zitten daar zo wat tussen. Maar we kregen ook heel veel positieve reacties... die van mensen die zeiden van... Wauw, dat is echt prachtig hoe dat dan nu eigenlijk aan het evolueren is. Dus we hebben daar zo'n beetje moeten... een beetje door de zure appel in het begin heen bijten... dat mensen eigenlijk... dat was een nieuw gegeven. Dat was ook onze eerste begraafplaats die we zo aanpakten. Maar dus we zijn dat ondertussen nu ook beginnen doen op andere. Maar dus dat is wel een beetje een proces geweest... dat men dat moest beginnen inzien. Dat eigenlijk enerzijds voor ons bijna de enige manier was... om alles deftig te onderhouden, pesticidenvrij... Maar anderzijds, ja, ook het mooier maken. Dus allee, ik heb nu toch wel de indruk dat de meeste bewoners het wel heel mooi vinden. We hebben ook zelfs sommige plaatsjes waar dat we bijen vriendelijker maken. Dus dat we dan eigenlijk planten doen waar de bijen heel graag op afkomen. Dus het is eigenlijk meer een park geworden. Maar dus niet van vandaag op morgen, dat heeft dus wel wat tijd gevraagd, hè. Vanuit de ervaring die ik nu heb, de zaken die ik kan tegenkomen, want we hebben nu ondertussen toch al een drietal kerkhoven zo omgevormd tot begraafpark. De problemen waar dat je op stuit, eerst en vooral is het een stukje toch het aanvaarden van de andere aanpak, dus van die vergroening, dat soms een beetje ook wild kan lijken. Dus dat moet een beetje incijpelen bij de burgers. Een tweede iets is dat je bijvoorbeeld toch ook wel soms het met burgers in confrontatie komt die zeggen van als je een bepaald graf wil bewaren omdat je het van erfgoedwaarde vindt, we hebben zo'n voorbeeld gehad van een bakker, het graf van een bakker die we eruit gekozen hadden om te bewaren, dus zonder dat er een concessie op zat, dus dat we eigenlijk als gemeente zeiden van, ja, zonder concessie mag je blijven liggen, dat dan toch andere inwoners zo hadden van mijn overgrootvader was ook een bakker, en waarom heb je die dan niet genomen? Dat kun je dan wel staven als je dat met een proces gedaan hebt, waar je de erfgoedraad en de cultuurraad en zo in betrokken hebt. Dan heb je wel, die adviezen zijn dan op dat moment belangrijk. Om aan te tonen dat dat niet zo'n ad hoc beslissing geweest is, maar dat dat in de totaliteit van de 70 graven die je dan gekozen hebt, zo een evenwicht was. Dus dat kun je dan meestal ook wel op die manier uitleggen. Maar toont maar aan hoe gevoelig het allemaal kan zijn. Van waarom wij dan niet of onze voorouders dan niet. Een derde iets waar dat ik ook een paar keer toch meegemaakt heb, is van, je hebt als gemeente zo wat plannen in je hoofd. De Groendienst heeft zo een vergroeningsplan gemaakt. En dus, doordat er een heleboel graven kunnen verwijderd worden, komt er open ruimte. Maar dan heb je natuurlijk soms net één graf die toch blijft liggen, waar dat ze de concessie toch van verlengd hebben. En je had dat even niet gedacht. Je had gedacht van, ja, er wordt er een jaar niet meer naar gekeken. En dan wordt dat dan toch verlengd. Dus ik heb ook zo'n paar gesprekken moeten voeren met nabestaanden, met de vraag om eventueel het graf te mogen verplaatsen op kosten van de gemeente uiteraard, maar omdat dat eigenlijk... ik heb het dan ook wel iedere keer proberen uit te leggen van, kijk, omdat je een mooiere plaats zal krijgen in het nieuwe concept eigenlijk. Want anders ga je daar ergens verloren liggen, zal dat dan nog het enige graf zijn in die buurt. En als we het kunnen verleggen naar een plaats waar dat er dan nog meer... waar dat het ook mooier wordt en zo verder... Maar dat zijn niet de gemakkelijkste gesprekken om te voeren. Maar dat is de helft van de keren gelukt en de helft van de keren niet gelukt, denk ik. Dus je moet er dan ook bij neerleggen dat je het ideaal concept dat je voor ogen hebt niet altijd 100% kan bereiken. Omdat dat toch wel ook iets is waar je op stoot. Een vierde iets... waar dat je op stoot, denk ik, is als dan al die bordjes er staan van einde concessie en zo verder, dat ook niet zo'n mooi aanzicht is, dat je dan soms wel op Facebook zo van die foto's ziet van wat is dat hier voor een verloedering en geen respect voor de doden en zo verder. Terwijl dat je net doet omdat je het kerkhof of de begraafplaats wil opwaarderen eigenlijk. Maar dus daar moet je ook wel even door, hè.
Ja, en eigenlijk een vijfde, ook niet onbelangrijke, is dat je toch soms ook wel onder druk komt te staan, al dan niet in je eigen college, ofwel dan door de maatschappij of door de ondernemers of zo, dat je op ja, een kerk staat, meestal midden in het centrum, dus op een plaats waar dat er, ja, als het goed is, toch wel wat te leven in de brouwerij is, en waar dat er vaak ook nood is aan parking. En dan voel je toch ook wel aan dat er soms wel wat te druk gezet wordt om in plaats van een begraafpark daar een stenen parking van te maken. Want dat zou vaak ook wel heel wat problemen in een buurt kunnen oplossen. Dus voor winkels, voor de lokale handel die we ook altijd toch proberen te ondersteunen en te steunen in de dorpskernen. Omdat met heel veel grote supermarkten zo buiten de bebouwde kom, worden die dorpskernen soms wat aan de kant geschoven bij de bij de mensen. En dus daar dan heel veel parking kunnen voorzien in een dorpskern is natuurlijk ook wel heel verleidelijk. En dan is natuurlijk een van de eerste plaatsen waar men aan denkt. Als je dan toch al die graven wegdoet, dan komt er daar toch eigenlijk wel redelijk veel plaats vrij om een parking te creëren. Dus, maar gelukkig, we hebben dat toch hier in onze gemeente kunnen vermijden. En ik denk een groene long eigenlijk in je dorpskern, want ik vind dat dat nu wel zo is. Het begraafpark is nu een mooie groene long eigenlijk. In de dorpskern is ook niet onbelangrijk voor de mensen die er wonen. En dus is eigenlijk ook wel toch een soort opwaardering van die buurt. Nog een uitdaging die je hebt als je zo'n beweging probeert te maken van een kerkhof naar een begraafpark, dat is het volgende. Dus meestal gaat dat ook gepaard met een aanpassing van je begraafreglement. Waarom? Omdat je toch een aantal dingen wil opnemen. Hoe het esthetisch eruit kan zien. Dus welke zaken er mogen qua graf, afmetingen, hoogtes bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die meestal in een begraafreglement bepaald zijn. Niet alleen voor de zandgraven en de kelders, maar ook voor de urnenkeldertjes bijvoorbeeld, hebben wij destijds toch heel goed nagedacht. Dus in die jaren 2008, 2009, als we met die beweging bezig waren, van wat willen we eigenlijk? Willen we de volle creativiteit geven of willen we toch een aantal beperkingen opleggen qua omvang van steen, grootte, hoogte en zo verder? Dat is niet alleen omdat je zegt van we willen dat dat een beetje uniform is, maar het heeft ook vaak te maken met verantwoordelijkheid van de gemeente. Als er een bijzetting is, dan moet die grafsteen moet ervan gehaald worden. En om dan geen breuken en zo verder te hebben, is het voor het gemeentepersoneel toch wel beter dat daar toch wat beperkingen opgelegd worden om eigenlijk te voorkomen dat daar iedere keer discussies zijn als daar schade aangebracht wordt. Nu, iets waar dat je dan zeker moet rekening mee houden is als je beperkingen oplegt, dat je daar uiteraard ook professionele spelers hebt die ook rond de begrafenissen hangen, die daarmee bezig zijn, namelijk begrafenisondernemers. Het is ook hun broodwinning een stuk. En dan eigenlijk, bijvoorbeeld, wij hebben ook een steenkapper in onze gemeente, die daar ook uiteraard professioneel mee bezig is. Ook kunstenaars die met die materie bezig zijn, om iets op een graf en zo te zetten. Dus wij hebben daar ook, we hebben toen ook met die mensen rond tafel gezeten om ook naar hen te luisteren, want het is ook niet onbelangrijk, denk ik. Zij zijn daar dagelijks mee bezig. Maar dus we hebben uit al die overlegmomenten geprobeerd om daar toch een beetje een lijn in te krijgen. Geen hele zware beperkingen, maar toch wel een stukje, een bepaalde hoogte van iets, een bepaalde breedte en zo verder. En we hebben wel opgenomen van als je daarvan afweekt, dan kan dat eventueel toegelaten worden. Maar dan moet dan aan het college aangevraagd worden. Maar dan weet dan ook wel dat als er een bijzetting is, dat alle verantwoordelijkheid dan voor, dus niet voor de gemeente is.
Dus dat is iets wat dat we dan eigenlijk er hebben bij opgenomen. Omdat, allee, ik begreep dat ook een stukje, dat sommige mensen willen echt, bijvoorbeeld als ze zelf kunstenaar zijn, en hun, ja, er is echt iemand uit hun nauws, allee, een nauwe familie die overlijdt, dan willen zij daar ook een stuk expressie aan geven door iets op dat graf of met dat graf te doen. Dus we laten het dan ook toe, maar dus het moet het college passeren en het is dan op eigen verantwoordelijkheid. Maar dus, wij hebben het zeker niet zo gedaan dat het zoals een militair kerkhof allemaal hetzelfde is. Allee, pas op, ik vind dat dat ook heel mooi is. Hé. Of mooi kan zijn als het allemaal hetzelfde is. Maar in het geval van een militaire begraafplaats lijkt me dat logisch. Maar in het geval zo van een gemeentelijke begraafplaats, waar mensen heel dichtbij in hun dorpskern eigenlijk hun nabestaanden begraven, denk ik dat je iets meer zo creativiteit moet kunnen toelaten. En dus dat het geen monotoon geheel is, maar er moet toch een beetje orde in zitten, denk ik. Zo misschien nog een laatste uitdaging, om het zo te zeggen, is, en toch niet onbelangrijk, hé, als beleidsmaker, het financiële aspect. Ik denk het, de aanplanting van groen en zo, dat is allemaal financieel nog wel te doen. Maar het gaat er dan eigenlijk ook over, van als je graven wil bewaren, dat dat dan ook op kosten van de gemeente is als daar geen concessie meer op zit. Dus wij hebben, we zijn ook bezig met die selectie van nog steeds van dan op qua onroerend erfgoed van welke graven zijn qua architectuur en zo belangrijk om te bewaren voor de toekomst. Maar natuurlijk, dat kost allemaal heel veel geld. Dat is niet iets we hebben een keer gehad als het heel zwaar gestormd had, dat er heel veel graven omvergevallen waren en zo. Dus je kunt dat ook niet zomaar... een metser van de gemeente kan dat niet zomaar in orde maken. Dat moet dan ook met de nodige deskundigheid. Dat is dan eigenlijk echt een renovatie die moet gedaan, een restauratie die eigenlijk moet gedaan worden. Dus dat moet dan ook heel deskundig gebeuren, dus dat kost dan ook geld. Dus die bereidheid moet er dan ook wel zijn in het college om dat te doen. Nu, wij hebben ook geprobeerd om dat een stukje te ondervangen met twee initiatieven die ook al in redelijk wat gemeentes gebeuren en op grote kerkhoven ook wel. Namelijk een Petermeterschap. En dan ook een hergebruik van graven. Het eerste, een Petermeterschap, is eigenlijk dat een persoon of een vereniging kan zeggen van kijk, wij adopteren dat graf en wij gaan zorgen, voor zorgen. En als er iets aan is, gaan wij dat onderhouden. Nu, we hebben bijvoorbeeld de cultuurhistorische kring van het dorp Sint-Joris. Die hebben bijvoorbeeld al de graven van de soldaten, van de oudstrijders, moet ik zeggen, eigenlijk geadopteerd. Dus zij verzorgen dat, dus dat is eigenlijk een heel mooie zaak. We hebben dan in een andere gemeente, of in een andere dorpskern, Oostveld, waar eigenlijk de plaatselijke VZ2 Oostveld leeft, ook een graf heeft geadopteerd. Dus eigenlijk een vrij... een mooi graf met toch redelijk wat erfgoedwaarde. Dus hebben zij ook geadopteerd en gaan zij ook onderhouden. Het zou nog meer mogen. Ik ben niet helemaal content. Ik had gedacht dat er daar iets meer... iets meer zou rond gebeuren, maar we hebben dus dan nog die tweede piste en dat is hergebruik van graven. Dus dat wil zeggen dat iemand die nog in leven is zegt van kijk, als ik sterf wil ik in dat graf begraven worden. Dus we hebben redelijk veel van die graven ook ontruimd destijds, als de concessie ten einde was, omdat we ze op die manier zouden kunnen gaan hergebruiken. Maar dat wil dan eigenlijk ook zeggen met de steen en zo, de grafsteen en zo erbij. Dus niet alleen de kelder, maar ook de grafsteen. En dat daar dan gewoon een plaatje opgezet wordt om aan te tonen wie er nu eigenlijk in begraven ligt.
Ja, af en toe wordt dat een keer gedaan, maar ook niet. Dat zijn dan vaak mensen die echt ook ja, die feeling hebben en die respect eigenlijk voor het erfgoed en vooral dan voor dat onroerend erfgoed. Die vinden van, oh, wauw, dat is hier echt een heel mooi graf, echt met erfgoedwaarde. En die dan zeggen van, kijk, ik wil daar, als het zover komt, eigenlijk wel in begraven worden. Dus we hebben er op elke begraafplaats hebben we er zo'n aantal, maar ook dat loopt niet storm. Dus het is niet de oplossing, de zaligmakende oplossing voor het financiële. Daarmee redden we het uiteraard niet. Hè. Er zijn nog heel veel graven die met tijd en boterham zullen moeten gerestaureerd worden en bewaard worden voor de toekomst. Hè. Ik denk de beweging die we nu gemaakt hebben en nog altijd aan het maken zijn, dat is toch iets duurzaam. Dus we gaan toch naar duurzame oplossingen om niet elk jaar geld te moeten insteken om te zorgen dat het kruidgebied is. Nee, we maken er een park van waar eigenlijk veel meer burgers kunnen van genieten. En dat is toch wel de bedoeling, dat het teruggaat naar onze bewoners. Dus dat, dat die investering ook een stuk het leven van hen wat aangenamer maakt. Dus dat is toch wel een belangrijk aspect. En ik heb bijvoorbeeld een keer zo'n rondleiding met de kinderen van de plaatselijke school kunnen doen op de begraafpark in Beernem. En waar ik ook de verhalen van de graven die we bewaard hebben een stukje heb kunnen vertellen. En ik vond dat echt waar een fantastisch moment om met die kinderen daar naartoe te gaan en die verhalen een stuk te vertellen. Ik weet nog dat er een aantal mensen vooraf zeiden, ga je nu met zo'n jonge kinderen, ik geloof dat ze 6 of 8 jaar waren, ik weet het, ga je nu met zo'n jonge kinderen naar het kerkhof gaan? Het is soms een beetje nog altijd taboe. En ik vind dat we dat door dat te vergroenen en daar iets meer mee te doen en dat erfgoed een stuk naar boven te halen, dat we dat uit die taboesfeer halen. En ik vind dat ook wel iets belangrijk, maatschappelijk. Elk kind, elke persoon wordt in zijn leven hoe dan ook een keer geconfronteerd met de dood. En als ze al een keer op een kerkhof geweest zijn, en als dat een beetje uit die taboesfeer gehaald wordt, als dat niet meer zo stenig en luguber is, maar als dat een beetje een natuurlijk gegeven is, dan vind ik dat ook wel voor dat verwerkingsproces niet onbelangrijk. Dus ook dat vind ik is een argument om die investering een stuk toch te verantwoorden. En als ik zo nu op die begraafparken rondloop, dan ben ik toch wel een beetje trots dat we dat funerair erfgoed en dat parkgevoel toch gerealiseerd hebben. En denk ik dat we toch wel mogen trots zijn op onze realisaties hier.